Feyenoord gaat waarschijnlijk die poolfase wel halen. Dat durven we geloof ik wel met zekerheid te concluderen hier aan tafel. Dat betekent dat er natuurlijk ook wat geld vrijkomt. Ja. Gaat Feyenoord, denken jullie, dat geld investeren nog voor versterkingen? In de komende laatste week van de transfermarkt. Dat lijkt me wel zo verstandig. Het probleem bij Feyenoord is dat ze natuurlijk in de breedte niet sterk zijn. Ik was dus bij Feyenoord Utrecht. En had ik natuurlijk dat ik de opstellingen naast elkaar had. En dan zag ik gewoon dat Utrecht eigenlijk een betere bank heeft en een betere selectie als Feyenoord. Op dit moment. En ja, dat is Feyenoord onwaardig natuurlijk. Dus. Maar waar zou die selectie dan in verbreed moeten worden? Feyenoord is nog bezig echt met die Senesi. Ja. Dat is best wel concreet. Argentijn. Weer een verdediger is dat wel. En daarbij heb ik wel zoiets. Hij is al international. Dus ongetwijfeld een kwalitatief heel goede speler. Maar Feyenoord heeft echt een centrumspits nog nodig. Dat is wat er echt bij moet qua prioriteiten. Ja, van Zeugels wegvalt. Als je iemand achter de hand hebt. Nee, die is al weggevallen. Ja, en Vente nu natuurlijk naar RKC. Dus maar zouden ze met die Argentijn ook wachten nu ze die poolfase hebben gehaald en er dus wat geld vrijkomt om dan dus echt concreet zaken te gaan doen? Nou ja, nee, want je hebt hem gewoon ook in de Eredivisie nodig. Ja. Als Jurgensen onverhoopt te langer geblesseerd raakt of nog eens een keer een tikkie krijgt. Kijk, Jaap Stam had gisteren mooie lovende woorden over Narsing. Dat hij het goed invulde, maar ja, ik weet niet waarnaar Jaap Stam even heeft te kijken dan. Maar weet je, als aanspelpunt was hij elke keer te laat. Als er vanuit achteruit een bal werd ingespeeld, stond hij of buiten spel. Of hij moet met een verdediger, die zag het in. Ja. Op het moment dat hij dan... we moeten ook niet van Narsing verwachten dat hij kan spelen zoals Jurgensen. Dus dat doe ik ook niet. Dus ik neem hem dat ook niet kwalijk. Maar op het moment dat er dan op de counter bijvoorbeeld mogelijkheden waren, dan had hij elke keer de verkeerde keuze. Dus ik weet niet naar welke wedstrijd Stam heeft gekeken, maar ik vond het gisteren dramatisch wat dat betreft. Maar als spits zijnde, dan moet je ook in de kleine ruimte kunnen voetballen. Je moet de bal bij je kunnen houden. En de goede beslissingen nemen, zodat ze bij kunnen sluiten. Narsing heeft volgens mij nog nooit in de spits gespeeld. Nee. Bij geen enkele club. Alleen maar altijd bij PSV, vooral alleen maar op rechtsbuiten. Rechts, juist. Dus voor hem is het echt compleet nieuw. Dus ik neem het hem niet eens kwalijk, want hij doet het naar behoren. Degene wat hij hoort te doen, maar wat Geert ook zegt. Voor Feyenoord is het niet goed genoeg. Nogmaals, hier komt het nog mee weg. Maar als, dat zei ze ook op tv, dat als ze een echte spits had gestaan, hadden ze met die 5-6-0 gewonnen. 100%.